Vind je het belangrijk dat je na het sporten water moet drinken? Ja, vind ik wel best belangrijk. Waarom vind je dat belangrijk? Water is heel gezond. Vind je het ook lekker? Een beetje. Vind jij het leuk om te sporten? Ja, heel leuk. Want het is goed voor je lichaam. En als je moe wordt, drink je dan ook water? Ja, heel snel. Hoe komt u aan het thema Waterweek? Ik sport. Ik drink heel veel water. Ik drink ook altijd water bij mijn eten. En ik heb altijd gedacht, als ik iets gezond vind, dan wil ik het ook aan mijn kinderen op school, hè, de kinderen op school vertellen. En dan wil ik ook met ze ook een project opzetten. En ik wil ze heel graag stimuleren om water te drinken zoals ik. Moet je veel water drinken bij sport? Net zoals een auto rijdt op brandstof, presteer ik op water. Ik verlies tijdens het sporten veel vocht, want je zweet natuurlijk heel veel. Daarvoor is het belangrijk voor een mens om veel water te drinken. Hoe ben je eigenlijk wereldkampioen geworden? Door veel trainen? Ik was 10 jaar toen ik begon met kickboksen. Het was altijd heel moeilijk en zwaar ook. Maar omdat ik het heel graag wou en het mijn doel was die ik voor ogen had, heb ik er altijd aan vastgehouden. En ja, op een gegeven moment ga je zulke kansen krijgen en dan grijp ik ze natuurlijk. Dit is een wereldtitel die ik heb behaald in Dubai. Het was een wereldtitelgevecht. Van 10 rondes van 2 minuten. Zo, echt cool. Heb je zo hard je best gedaan. Echt knop. Dank je. We doen vandaag allemaal activiteiten. We noemen het workshops. En wat voor workshops dan? Elfjes dichten. Proefjes hiernaast. En nog hier. Van hoe maken jullie dat? We drinken eerst een beetje water op en daarna doen we een beetje olie in. En dan doen we ecoline erin en dan doen we een tabletje erin en dan gaat het bruisen. Drink je dan ook soms tussendoor je water? Ja, want bij deze opdracht moest je eerst een halve fles leeg drinken van water. En de andere helft moest je gebruiken voor de lavalamp. Wat vind je leuk aan ecoline? Ecoline is leuk, maar er zijn ook nadelen van ecoline. Want als je met ecoline op je kleren komt, dan gaat het niet meer vanaf. Vind je het ook leuk? Ja, het is ook heel erg leuk, want ik zit hier met mijn vriendinnen. En het is heel leuk om te doen in deze klas. Hoe belangrijk is water voor u? Ik ben niet zo van de sapjes drinken, want dan krijg je heel veel suikers. En daar kan van alles en nog wat gebeuren. Het kan betekenen overgewicht. Het kan betekenen dat je allerlei ziektes daardoor kan ontstaan. Water is gewoon hartstikke gezond en hartstikke lekker. Goed, dan mag je hem zo op je hand leggen. Kijk eens. Waarom doe jij mee met de Waterweek? Omdat mijn school eraan meedoet en water heel gezond is. Wat doen jullie dan bijvoorbeeld in Waterweek? We drinken in de kleine pauze en in de derde pauze bijvoorbeeld water. En we hebben ook een logo op school gezet. Een paar logo's met drinkwater erop. Wat vind je van het Waterweek? Ik vind het leuk en ik vind het goed dat ze water geven. Dan kunnen we slimmer worden en dan krijgen we veel meer energie. Waarom is een pakje drink niet zo goed voor je? Je krijgt er slechte tanden van en het is niet goed voor je. Kinderen hebben bidons gekregen, die vullen ze met water en er wordt dus water gedronken in plaats van sap. Dat vinden we echt een goede ontwikkeling in de goede richting. Zou u blij zijn als uw kind hier kwam en het water zou drinken? Ja, omdat ik weet dat het heel goed zou zijn voor mijn kind, want het kan er goed van groeien. Ik krijg er geen slechte tanden van. Als je water drinkt, heb je nog steeds zin in je boterhammetje. En in je boterhammen zitten ook allemaal belangrijke dingen die je lichaam nodig heeft om te groeien. Dus ik vind het heel fijn, eerlijk gezegd. Heeft u ook geleerd van het les? Ik heb gezien hoe de kinderen enthousiast zijn dat we water gaan drinken op school. En ik word ook alleen maar enthousiaster van dat ik in de toekomst nog meer water gaan drinken. En dat ga ik doen. En vanavond ga ik sporten. En dan ga ik ook heel veel water drinken. Water, super lekker en super gezond. Is goed voor je. Spats.